Twente, Omroep Venlo. En ik kan nog wel even doorgaan. Heel veel plaatsen hebben een lokale omroep waar gepassioneerde journalisten, vaak ook nog eens vrijwillig, mooie programma's maken. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste lokale omroep begon met uitzenden. Ik heb vandaag een interview met Cindy van den Berg. Zij is een jonge topruiter. En voor de rest gaan we een kijkje nemen in de stallen. Dus loop even mee. Goedenavond, hartelijk welkom. U kijkt naar Oogsport, dat sportprogramma voor de stad Groningen en zijn ommeland. En na het interview stelde Pauline nog een leuke vraag aan Rob. Goedendag, mijn naam is Marieke Elsinga en dit is het Meer Nieuws van vrijdag 14 december. We zijn inmiddels aangekomen in Haren, waar nou een kleine gekte is uitgebroken. Om het bestaande rollenpatroon tussen mannen en vrouwen te doorbreken, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer dat jongens les moeten krijgen in het verzorgen van zichzelf en anderen. Ja, heerlijk zo'n compilatie. Ja, die zegt goed, hè? Mooi. Ja. Ja. Ja, niet voor niks de kraamkamer. Zo zou je het wel voor talent, zeg maar. Ja. Dat is het. Nou, je moet er wel bij zeggen, er zijn ook mensen die vinden het geweldig om daar te werken en die blijven daar. Want die zijn gewoon heel erg geworteld in hun dorp of stad en die vinden het prima om daar te zitten. En er zijn ook heel veel mensen die ontdekken, dit is een roeping, hier voel ik me echt bij thuis. Hè. Annico vertelde dat van de week nog, die is gaan presenteren en die merkte, dit is het, hier gaat het om. Ja, en die kunnen dan hun weg naar nationale media vinden. Ja, en je hebt nu dus dat boek geschreven, dat is die net al even, het verhaal van lokaal. Een lijvig werk, behoorlijk zwaar. Als we nou even die 50 jaar bekijken, hè? Wat zijn dan de grootste ontwikkelingen, Arjan, die je zou kunnen schetsen? Nou, ik vind dat heel vaak in Nederland is er onmacht vanuit de politiek om hoe moeten we hier nou mee omgaan, wat moeten we hier nou mee? Dit is allemaal begonnen omdat eigenwijze burgemeesters in Limburg begin jaren 70 bedacht hadden, laten we eens wat experimenteren. We hadden in Nederland begin jaren 70 zijn we gaan bekabelen. Zijn we dus kabel onder de grond gaan leggen. Omdat de ontvangst van televisie via sprietantennes op het dak, dat was niet heel erg steady. Dus we gingen kabel neerleggen. En dat waren lokale kabelnetwerken. En de gemeente ging daarover. En soms dacht de burgemeester van, nou, dan kan ik ook wel de gemeenteraad uitzenden via die kabel. Ah. Zo is het gestart. Toen heeft de politiek dat eerst verboden. En vervolgens zijn ze in 1974 gestart met experimenten. Dus het is, ondanks hoe politiek er tegenaan kijken, is het begonnen. En we hebben de eerste 15 jaar alleen maar televisie-experimenten gehad. Want radio via de kabel, dat luisterde men nog niet. Dus het was altijd televisie in de eerste fase. Nou ja, later is radio erbij gekomen. En toen hebben we honderden zendertjes in Nederland gehad. Die zijn allemaal Veronicaatje gaan spelen. En en een uurtje jazz hier, een uurtje polka daar. Heel veel vrijwilligers die met liefde en passie hun winkel hebben zitten bestieren. Nou ja, en soms kwamen daar talenten uit die naar de nationale media doorgingen. Sommige omroepen die gingen met ruzie ten onder. Want ja, het is ook ingewikkeld, hè, allemaal samenwerken. Want hoeveel zijn er nu nog over? Zeg maar? Ja, we hebben er nog 220 op dit moment. En we zitten nu in de ontwikkeling dat we ze gaan meer gaan samenvoegen. En dan worden het 80 streekomroepen binnen een paar jaar. En daar kijk jij een beetje somber bij? Nou, kijk, niet somber bij. Maar want ik denk wel dat dat positief is, dat die ontwikkeling eraan komt. Ja? Ja, ik denk een jaar of 10, 15 geleden, toen hadden we nog een stuk of 300 lokale omroepen. Maar er werd wel steeds minder gekeken en geluisterd naar die omroepen. En ze hadden ook eigenlijk nooit echt budget. Ja, en als je geen geld hebt, dan kan je ook je basisjournalistieke vorm eigenlijk niet uitoefenen. En het is ook wel van belang dat je bijvoorbeeld de gemeenteraad volgt. En een keer een lokale politicus. Ja, want voor de mensen die denken streekomroepen, we hebben de regionale omroepen. Dat zijn Omroep Gelderland en die eigenlijk provinciaal zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Dan hebben we de lokale nu nog, maar daar zit eigenlijk dan de stap tussen, zou je kunnen zeggen. Dus wat lokale bij elkaar. Ja, en het doel is om, als je ze bij elkaar zet, ja, dan heb je maar één gebouw nodig, één directeur. En dan kan je meer investeren. En dan komt er ook wat geld vanuit Den Haag En bij. Ik ben dan meteen bang voor dat die leuke lokale verhalen, die nu de kracht zijn van de lokale omroep, dat die verdwijnen. Nou, ik niet zo. Want ik denk dat als je dat gaat doen, dan heeft de omroep geen zin meer. Het moeten verhalen uit de buurt zijn. Iedereen moet zich erin herkennen. Alleen die streek wordt ietsje groter, maar ook wel een logische streek. Dus er worden niet plekken bij elkaar gezet die niks met elkaar te maken hebben en die niet voelen als één gemeenschap. Maar Arjan, is het dus eigenlijk puur een geldkwestie? Ze krijgen meer geld, daardoor kunnen ze misschien betere of mooiere dingen maken? Nou, je kan een paar mensen aannemen die gewoon structureel voor je organisatie in te zetten zijn. En als je dat op journalistiek gebied doet, ja, dan kan je je rol weer vervullen. En met vrijwilligers is dat wel lastiger. En veel van deze omroepen zetten ook vooral op online content in. Dus die maken verhalen voor op een site of in een app. En maken video's die ze daar delen op de social. Dat is hoe je je verhaal nu vertelt. En wat is, oh ja, vraag, stel je vraag. Ja, überhaupt nog even het belang
van de lokale omroep. Waarom zijn ze er eigenlijk? Nou ja, dat is dus omdat je de verhalen uit je buurt anders niet zou horen. En de verhalen ook de politici niet meer kan volgen. Vroeger hadden we heel veel lokale kranten, maar die zijn verdwenen. Het is een beetje verschraald, de lokale journalistiek. Maar als je een beetje de schoolkrant, hè? Nou, Max Mosman, let op je woorden. Ja, er konden hele goede verhalen in de schoolkrant staan. Want dan wil je ook weten wat er speelt op je school, toch? Jij bedoelt natuurlijk, de charme is dat degene die de hoofdredacteur is, dat hij ook de broodjes doet. Lekker houtje touwtje. Dat is natuurlijk ook wel de kracht eigenlijk ervan, toch? Ja, dat is het. En ook echt het leuke, hè? Want als je binnenkomt en je weet van niks en je wil daar iets gaan doen, dan sta je bij wijze van spreken meteen al voor de camera. Of sta je zelf al op de camera. Je mag meteen alles, ja. En over 50 jaar kun jij nog zo'n boek maken, toch? Laten we dat wel op hopen. Ga ik niet doen, maar in theorie kan dat, ja. Kijk, dankjewel voor nu. Want er zit iemand naast jou die...